Het probleem van de mensheid is de dood, veroorzaakt door de zonde van Adam. En de zonde vermenigvuldigd door de wet van Mozes. Maar Jezus heeft alle straf voor de zonde, de doodstraf, op zich genomen. Hij heeft de wet vervuld, de vijand ontwapend en over de dood gezegevierd. Het is volbracht. Amen. En laten we deze Jezus, laten we hem eren voor wat hij gedaan heeft voor ons aan het kruis. Jouw straf, mijn straf, onze dood heeft hij gedragen, omdat wij eeuwig zouden leven. Welkom allemaal. Geweldig dat jullie vanavond zijn. Geweldig dat Zeeland is, bij ons is deze avond en dat we samen deze goede vrijdag kunnen vieren. En dat we in de lijn van de serie Risen van de afgelopen weken gaan we door. En kruipen we zo langzaam door naar aanstaande zondagmorgen. En we hebben al een aantal dingen opgepikt op deze serie die we verder gaan verdiepen. Jezus heeft zich geopenbaard in deze serie van ik ben de opstanding en ik ben het leven. Wie in mij gelooft zal nimmer meer sterven, ook al ware hij gestorven. We hebben gezien dat Jezus zich geopenbaard heeft als ik ben het levende brood. Het levende brood is niet het brood dat Mozes de wetje heeft gegeven. Want de mensen die van het manna hebben gegeten zijn even goed gestorven. Maar ik ben het levende brood. En wie van mij eet zal nimmer meer sterven, maar zal leven tot een eeuwigheid. Afgelopen zondag waren we in het verhaal van de lijn van Johannes, waren we beland in het huis van de hoge priester. Waar de hoge priester in de orde van de wet, in de orde van Aaron, aan Jezus vroeg. Bent u de zoon van de gezegende? En Jezus zegt, ja, ik ben de zoon van de gezegende. En je zult mij zien zitten aan de rechterhand van de Vader. En je zult mij zien wederkomen op de wolken van de hemel. En de hoge priester zei, wat hebben wij dan nu nog aan getuigen nodig? En hij scheurde zijn kleren. En daarmee eindigde hij de rol van de hoge priester onder de orde van Mozes, onder de orde van de wet. En kon Jezus Christus als de hoge priester onder de genade, de hoge priester naar de orde van Melchizedek, kon opstaan en beginnen als een hoge priesterlijke bediening. Weet je, de hoge priester van de wet, die hield de weg naar de Vader gesloten. Het voorhangsel bleef naar beneden hangen. Maar Jezus Christus, de nieuwe hoge priester, heeft een nieuwe weg gebaand. Een levende weg gebaand. Door het voorhangsel van zijn vlees. Tot in het binnenste heiligdom. Hij heeft zichzelf dan ook geopenbaard. Als van, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij heen. Geweldig. En vandaag zijn we aangeland op Goede Vrijdag. En ik geloof dat Jezus zich openbaart op Goede Vrijdag als ik ben de koning. Want Melchizedek was een hoge priester, maar hij was ook koning. En ik geloof dat deze Goede Vrijdag het symbool is van twee andere momenten. Ik geloof dat we vandaag kunnen kijken hoe Goede Vrijdag aan de ene kant te vergelijken is met de grote verzoendag in de orde van Mozes. Ik geloof dat Goede Vrijdag te vergelijken is met de ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek onder de genade. En de derde is, of tuurlijk, al die andere dingen zijn maar een schaduw van de werkelijkheid. En Goede Vrijdag zelf is de werkelijkheid van Jezus Christus als hoge priester van het nieuwe verbond. Van naar de orde van Melchizedek, naar de orde van de genade, zichzelf opgeofferd heeft als een verzoening voor al onze zonden. Weet je, laten we er eens even naar kijken. Want ik denk dat het belangrijk is dat we een paar dingen goed begrijpen. Weet je, Abraham heeft een neefje Lot.
En er is een oorlog in de vallei van Sodom en Gomorra. En er komen een aantal koningen. En die strijden tegen die koningen in dat veld. Nemen mede Lot gevangen. En Abraham mobiliseert 318 in zijn eigen huis geoefende krijgers. En jaagt deze koningen na. En verslaat deze koningen. Abraham, de vader van alle gelovigen. Wij die geloven zijn de kinderen van Abraham. En wij die geloven worden gezegend tezamen met de gelovige Abraham. En als je even wat dieper in die namen gaat kijken van die drie koningen die Abraham versloeg. Dan zou je kunnen zien dat die koningen namen hebben. En die eigenlijk het volgende betekenen. De naam van de zoon. De naam van de stem van de duisternis. En een handvol gebonden koren schoven. Deze koningen representeren de koning, de zoon van de duisternis. Zijn woord de leugen. En een handvol gebonden handlangers die gebonden zijn als koren schoven en die eeuwig zullen branden in het vuur. Abraham verslaat die koningen. En dan is hij in die vallei. Hij beweegt naar de koningsvallei. En in die koningsvallei komt de hoge priester, Melchizedek. Geen hoge priester onder de orde van Mozes. Geen hoge priester onder de orde van de wet. Maar een hoge priester van dezelfde orde als waar Jezus van is. En deze hoge priester, die komt naar Abraham toe. Omdat Abraham een overwinning heeft behaald. Maar Abraham heeft die overwinning niet behaald in eigen kracht. Abraham heeft deze overwinning gekregen uit de hand van God. En daarom is Abraham gezegend. En de hoge priester die komt. En die komt met brood. En die komt met wijn. Die komt met de taal van het verbond. Hij is een hoge priester van een verbond tussen Abraham en tussen God. En hij komt met brood en hij komt met wijn. En de Bijbel zegt, en hij zegende Abraham. En hij zei tegen Abraham, je bent gezegend, want God heeft jou de overwinning gegeven. En Abraham geeft aan deze hoge priester, die leeft tot in eeuwigheid, geeft Abraham tiendes. Het is zo moeilijk om in dit beeld te zien. Dat Jezus als hoge priester namens de Vader met onze verbond heeft gesloten. En dat wij de overwinning hebben. Net zoals Abraham de overwinning heeft. Wij hebben de overwinning op Satan, op zonde, op dood en op leugen. En Jezus die komt naar ons als de hoge priester met brood en met wijn. Om ons te feliciteren met onze overwinning. En ons daarmee te zegenen. En te zeggen, deze overwinning die heb je gekregen uit de handen van de Vader. En zoals Abraham aan Melchizedek zijn tiendes gaf. Zo geven wij onze tiendes. Aan onze levende hoge priester, aan onze eeuwige hoge priester, Jezus Christus. Zullen we nog even lezen? In Hebreeën 7, vers 1 tot en met 2. En in de eerste plaats was hij, dat is Melchizedek, al dus de vertaling van mijn naam, van zijn naam. Hij was de koning van gerechtigheid. Jezus is de koning van gerechtigheid. Hij was ook de koning van Salomo. De koning van de vrede. Jezus is de koning van de vrede. Jezus heeft op deze dag, op Goede Vrijdag, gerechtigheid aangebracht. En dat heeft hij gedaan als een koning aan het kruis met het bord. Dit is de koning der Joden. Jezus heeft Goede Vrijdag ons de vrede aangebracht. Hij is de koning van de gerechtigheid. Hij is de koning van de vrede. En Melchizedek was net zoals Jezus, zonder vader, zonder moeder. Zonder stamboom. Hij kent geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij tot een eeuwigheid priester. Wij hebben een priester die niet tijdelijk onze priester is. Die niet eenmalig onze priester is. Maar die tot in alle eeuwigheid onze hoge priester is. Hoe geweldig is dat? Dat wij ten alle tijden... Tot in alle eeuwigheid
we in alle vrijmoedigheid bij hem naar binnen kunnen gaan, in het binnenste heiligdom, want hij heeft voor ons de weg gebaand. En we kunnen met vrijmoedigheid kunnen we het heiligdom binnenlopen vanwege het offer van Jezus Christus. En dan zegt vers 4. En ik wil dat je dit woord even onthoudt. Merk nu hoe groot hij geweest is. Hoe groot Melchizedek was in deze eerste afbeelding van merk op hoe groot hij is. En omdat hij zo groot is, zo machtig is, zo majestueus is, dat hij goddelijk is en onvergankelijk leven heeft en tot in alle eeuwigheid leeft, daarom, zegt de Bijbel, heeft zelfs aartsvader Abraham, die niet onder de wet stond, die niet onder Mozes stond, die geen verplichting had om tiendes te geven of tiendes te brengen of tiendes te laten nemen, heeft zelfs die zijn tiende gegeven aan deze grote hoge priester. Zoals wij onze tiendes brengen aan onze hoge priester. Weet je, ik denk zo belangrijk is dat wij beseffen op deze Goede Vrijdag wat Jezus voor ons zichzelf geofferd heeft als het lam en als de hoge priester. Dat wij begrijpen hoe dat zit. Dat wij onze hoge priester erkennen en eren met onze tiende. Dat is cruciaal. Want weet je, de Bijbel zegt onder de wet, daar namen levieten tiende. Je moest ze geven en ze werden genomen. Abraham hoefde niets. De Bijbel zegt, Abraham gaf zijn tiende. En er staat, Melchizedek ontving de tiende. Hij nam ze niet. Jezus zal ze nooit van je nemen. Hij zal ze nooit van je eisen. Maar hij, als je ze aan hem geeft, dan staat de lambano, als je het aan Jezus, als je zegt, Jezus, dit is voor u, dan zegt Jezus, dank je wel en ik neem het in ontvangst. Er staat letterlijk dat Abraham gaf. Dat Abraham gaf wat al aan Melchizedek toebehoorde. Wij hebben een verbond met de Vader. Dat verbond komt Jezus vanavond tot jou. Met brood en met wijn. Omdat de Vader jou de overwinning heeft gegeven over zonde en dood tot in alle eeuwigheid. En Jezus komt deze avond en hij zegt, ik zegen je. Zoals ik ook Abraham gezegend heb. Want de gelovige wordt gezegend samen met de gelovige Abraham. In mijn ogen pas van iedere nieuwtestamentse gelovige die onder het nieuwe verbond leeft maar één respectvolle reactie. Dat is, Jezus, ik erken uw hoge priesterlijke bediening. Ik erken dat u de priester bent van het nieuwe verbond. En ik erken dat dat aan u behoort en daar eer ik u voor. Want ik heb deze overwinning gekregen dankzij de Vader. Jezus, gaan we naar het oude verbond. En Jezus gaat naar het huis van de priester, waar de priester zijn kleren scheurde. Wordt Jezus overgebracht naar het gerechtsgebouw. Naar het gerechtsgebouw. En in het gerechtsgebouw worden twee dingen vastgesteld. Er wordt vastgesteld dat hij een koning is. Want hij is hoge priester naar de orde van Melchizedek. Er wordt vastgesteld dat hij een koning is en niet alleen priester. En er wordt vastgesteld meerdere keren dat hij daadwerkelijk onschuldig is. En niets heeft gedaan. In het gerechtsgebouw wordt vastgesteld dat Jezus volkomen onschuldig is. Hoor je dat? In het gerechtsgebouw, waar recht wordt gesproken, wordt vastgesteld
dat Jezus onschuldig is en dat hij een koning is. En degene die dat vaststelt, die laat ook later dat bord, hier hangt de koning der Joden, boven het hoofd van Jezus spijkeren. Pilatus, die zegt tegen Jezus, bent u koning? Nou, we hebben deze keer wel meer gezien. En dan moet je kijken wat Jezus dan zegt in Johannes 18, van vers 36 tot 40. En Jezus antwoordde en zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Klopt. Jezus is koning van een eeuwig koninkrijk. Een koning van gerechtigheid. Een koninkrijk van vrede. Een koninkrijk van blijdschap. En wij kunnen dat koninkrijk zien door het geloof. Maar zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Moet je eens kijken, als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben. Nou, we weten waar Petrus was inmiddels en waar Johannes was en waar de andere discipelen waren. En ze hebben niet gestreden. Ze hebben Jezus verlaten. En ze hebben, mijn dienaars hebben niet gestreden opdat ik aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu staat dus vast, mijn koninkrijk is niet van hier. En Pilatus zei dan tegen hem, u bent dus toch een koning. En Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren. Jezus weet waarvoor hij op de wereld staat. Waarvoor ben jij geboren? Afgelopen zondag leef je voor level 1. Fun en plezier. Geweldig. Leef je voor level 2. Het goede leven. Met familie en vrienden. Of leef je level 3. Een leven met een doel en met een purpose. Een leven wat je iets mag kosten. En Jezus zegt hier, hij weet wat het mag kosten. Hij zegt, ik ben geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen. Om van de waarheid te getuigen. Oh. En iedereen die uit de waarheid is, die geeft dan mijn stem gehoor. En misschien zeg je wel, ja, en wat is dan de waarheid? Nou, Pilatus zegt het ook. Wat is waarheid, zegt hij. Wat is waarheid? Wij zouden weten en moeten weten wat de waarheid is. En ik ga er ook bij dat we het weten. En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten en zei tegen de massa, ik vind geen schuld in deze man. Wat is waarheid? Goeie vraag. Wat is waarheid? Weet je wat Jezus daar zelf over zegt in Johannes 8, vers 33 tot 43, 34? Ik probeer jullie vanavond een schets te geven, dat je begint de grote lijnen begint te zien. Door deze hele serie heen. En Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet. Er staat hier niet iedereen die zonden doet. Iedereen die de zonde doet. En er is maar één de zonde. Er is maar één de zonde die nooit vergeven wordt. Er is maar één de zonde die nooit vergeven kan worden. Er is maar één de zonde. En wie de zonde doet, zegt Jezus hier, die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Wat is de zonde? De zonde is ongeloof. Ongeloof in Jezus Christus. Dat is de zonde. En iedereen die volhardt in de zonde van ongeloof in Jezus Christus, die zal voor altijd een slaaf blijven van zonde. Want wie gelooft in Jezus Christus, wie gelooft in de waarheid, die zal vrij zijn. Want Jezus Christus heeft ons vrijgemaakt door de opstanding uit de doden, wat we met de Pasen vieren. Jezus antwoordt en voorwaar van waar ik zeg, iedereen die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Zoveel mensen houden vol dat ze zondaren zijn. Slaven van de zonde dus. Dan heb ik slecht nieuws voor je. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. Je komt nooit in het huis.
Dat je gelooft dat je een zondaar bent. De Zoon, die blijft er eeuwig. Wij zijn zonen van de Allerhoogste God. Wij zijn kinderen, geboren uit de Heilige Geest. Geboren uit God zelf. God zelf kan geen geboorte geven aan zonde. God geeft geboortes aan zonen en dochters van de Allerhoogste God. Die rein en heilig en rechtvaardig zijn. Zoals Hij rein, heilig en rechtvaardig is. Wat is waarheid? Wie niet gelooft dat Jezus Christus je een heilige rechtvaardige gemaakt heeft. Die blijft een slaaf van zonde. En slaven komen nooit in het huis. Maar de zonen, die geloven in Jezus Christus, in zijn lijden en in zijn opstanding. Die geloven dat we geboren zijn als nieuwe scheppingen. Naar Gods natuur, heilig en rechtvaardig. Dat is het geloof dat je vrij maakt. Dat is het geloof dat je wederom geboren doet worden. Want Paulus zegt, als we alleen maar zouden geloven in Goede Vrijdag, dan zouden we nog in onze zonden zijn. Maar God zij dank, wij geloven in Pasen en de opstanding van de doden. Zie, en de geest van de waarheid, wat is waarheid? De geest van de waarheid, de Heilige Geest. Waar overtuigt hij de wereld van? Niet van zonden, van zonde. Van welke zonde overtuigt de Heilige Geest? Van het niet geloven in Jezus Christus. Dat is de geest van de waarheid. Weet je wat de geest van de waarheid nog meer getuigt? Van oordeel. Van welk oordeel? Dat de overste van deze wereld, net als bij Abraham, de zoon van de duisternis, de stem van de duisternis, met zijn gebonden trawanten, veroordeeld is en verslagen zijn op Golgotha aan het kruis. Waar getuigt de geest van de waarheid nog meer van? Van gerechtigheid. Waarom? Omdat Jezus zegt van, ik ga naar de Vader. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik baan een nieuwe weg en een levende weg. Ik ben de nieuwe toegang tot de Vader. Daar getuigt de Heilige Geest van. De Heilige Geest getuigt. Dat wij vrijmoedig kunnen binnenlopen. In het heiligdom. Het aardse heiligdom is voorbij. Het voorhangsel is gescheurd. Maar nu is het voorhangsel van Jezus vlees is gescheurd. En door dat vlees gaan we binnen. In het binnenste heiligdom. Wat een diepte. Wat een rijkdom. Paulus zegt ergens, ik heb het voorrecht om de onspullijke rijkdom van Jezus Christus te verkondigen. Het is een begin en er is steeds meer. En weet jij, deze grote verzoendag die hier plaatsvindt, waar Jezus als hoogpriester bezig is, is vergelijkbaar met de grote verzoendag. En wat daar gebeurt is dit. Dat op Grote Verzoendag zijn een paar dingen. Het is een heilige dag. Het is een dag waar je absoluut geen werk mag verrichten. Waarom niet? Omdat Jezus al het werk doet. Je mocht zelfs geen seks hebben. Volkomen rust. En je was verplicht om voor het aangezicht van God te komen. Met een gift. En wat er zou gebeuren is dit. Dat de hoge priester twee geitenbokken zou brengen. En het lot zou werpen. En de ene bok, die mocht even wachten. En de andere bok, die werd geslacht. En met dat bloed ging Jezus, of ging de hoge priester, het binnenste heiligdom binnen. Zoals onze hoge priester met zijn eigen bloed het echte heiligdom is binnengegaan in de hemel. En voor ons een nieuwe weg gebaand heeft, waardoor we altijd met vrijmoedigheid kunnen binnenlopen.
en die andere bok. Nadat de hogepriester was binnen geweest, kwam de hogepriester naar buiten. En hij legde zijn handen op de zondebok. En er staat, en de hogepriester beleed de zonden van het volk. Niet het volk beleed zijn zonden. De hogepriester beleed de zonden van het volk. En hier hebben we deze dag. En dan zegt Pilatus in Johannes 18 vers 39. Maar u hebt de gewoonte dat ik op het Pasen iemand voor u loslaat. Wilt u dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? De koning? En ze schreeuwden allemaal opnieuw en zeiden, nee, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een misdadiger. Zie je, in dit beeld is Jezus en de hoge priester. En Jezus offert zijn eigen bloed. En Jezus is en de zondebok. En de hoogpriester legt zware de hand op de zondebok. En begint zonde te belijden. Weet je welke zonde hij belijdt? Jouw zonde. Die van gisteren, van vorig jaar, en die van morgen, en die van overmorgen, en die van je laatste sterfdag. Als Jezus ze beleden heeft, ga jij het dan nog een keer doen? Ga jij zijn werk doen? Of laat je hem zijn werk doen? Ja, dan staat dat we onze zonde moeten beleiden. Ja, dat klopt. Je moet erkennen dat je zonde hebt. Dat je een hoge priester nodig hebt. Maar laat de hoge priester jouw verzoeningswerk doen. En Jezus is ook de zondebok. Want hij heeft onze zonde weggedragen buiten de stad, richting van de woestijn, naar alle vergetelheid. En Barabbas, die gaat vrij uit. Zo gaan wij ook vrij uit. Omdat Jezus jou en mijn plaats heeft ingenomen. En Jezus wordt weer naar buiten geleid. Voor de mensen. En nu met een doornen kroon op zijn hoofd. Als een koning. Maar met een doornen kroon. Gekleed in purper. Als een koning. Met een staf. Als een koning. Zie, dit is de dag van het koningschap van Jezus Christus. Waar hij als de koning de glansrijke overwinning gaat behalen. Over zonde en over dood. En ons eeuwig leven gaat aanbrengen. Want een koning die zegeviert. En Jezus heeft als koning gezegeviert aan het kruis. We moeten goed kijken naar het kruis. Hij was geen slachtoffer. Hij ging vrijwillig. Hij wist wie die was. Hij was een koning. De koning van gerechtigheid. De koning van vrede. De koning van vreugde. Hij was de hoge priester. Hij ging eeuwige vrede aanbrengen. Een eeuwige verzoening aanbrengen. Hij ging de weg naar de Vader die gesloten was. Voor ons openen. Hij wist wat hij ging doen. En als hij als koning naar buiten komt, staat Pilatus ernaast. En hij zegt, zie de mens. Betekent, zie de mensheid. Zie, er staat niet alleen Jezus, daar staat de hele mensheid, staat daar. Zie de mensheid, zegt Pilatus. En de dienaren van de wet, de fariseeën, die de wet willen toepassen onder Mozes, die zeggen van, kruisig hem, hij verdient de dood. Ja, de mensheid, zeggen ze, de mensheid verdient de dood. De mensheid moet gekruisigd worden. De mensheid is dus doodschuldig. En Pilatus zegt nog een keer. Maar ik vind geen schuld in hem.
de rechter van die dag. Ik vind geen schuld in de mensheid. Dan zeggen de wetgeleerden, ja, maar hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Moet je je voorstellen dat ze tegen mij zeggen, hij heeft zichzelf Peter Power genoemd. Nee, ik ben Peter Power gemaakt. Ik ben zo geboren. Toen Jezus gedoopt werd, ging de hemel open en klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mij wel behagen heeft. Hij is een zoon gemaakt. Bij de verheerlijking op de berg met Mozes en Elia. En ze 3 tenten willen bouwen. 1 voor de profeten en 1 voor de wet. 1 voor het oude verbond. En nee, zegt de vader, dit is mijn zoon. Luister naar hem. En een paar dagen voor Paas hebben we in het eerste deel van de serie gezien dat je Jeruzalem aankomt. Dan zegt hij, dit is de dag waar de wereld, of dit is de week waarin de wereld geoordeeld gaat worden. En er klinkt een stem. Dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon. Jezus heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Dat heeft de Vader gedaan. En Jezus gaat naar het kruis. En hij hangt als koning te midden van 2 moordenaars. En die 2 moordenaars vertegenwoordigen de mensheid. Want toen Jezus gekruisigd werd, werd niet alleen Jezus gekruisigd, toen werd de mensheid werd gekruisigd. Een paar dagen ervoor, toen die stem klonk, werd er gezegd, zei Jezus, deze stem heb je gehoord. Niet ter wille van mij, maar ter wille van jullie. Maar nu gaat de wereld geoordeeld worden. De wereld is geoordeeld op deze dag. Op Goede Vrijdag. In Jezus Christus. Het oordeel is voltrokken. De hele wereld, de hele mensheid, alle straf, alle zonde die bij alle overtredingen hoort, is op dat moment geoordeeld. En veroordeeld. Jezus zegt, ik ben ook niet gekomen om de wereld te oordelen. Nee, ik ben gekomen om voor de wereld geoordeeld te worden. Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, ik ben gekomen om de wereld te redden. En wie in mij gelooft, die zal eeuwig leven. Maar wie niet in mij gelooft, die is al veroordeeld. Want hij blijft onder het oordeel. En naast hem hangen 2 mensen. Allebei onder het oordeel. En de ene volhardt in zijn ongeloof. De zonde van het ongeloof. En hij gaat verloren. En de andere, ondanks al zijn zonden, die legio zijn, volhardt hij niet in die ene zonde. De zonde van ongeloof. Hij zegt, denk aan mij. Als u in uw koninkrijk bent gekomen. Hij ziet Jezus de koning. Zie, je zonden maken niet uit. Want al je zonden zijn verzoend en zijn vergeven en weggedragen en de straf genomen door Jezus Christus. Er blijft maar 1 zonde over. En de ene zonde die overblijft is niet geloven dat Jezus de Christus is. Dat hij jouw redder en jouw verlosser is. De enige reden waarom mensen verloren gaan en niet op de bestemming komen die God voor ze heeft, is omdat ze weigeren te geloven. Adam weigerde te geloven. En hij kwam in de ellende terecht. En wij hebben dezelfde keuze. We kunnen de Vader geloven die zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor al onze zonden. En we hebben het eeuwige leven. En we kunnen volharden in ons ongeloof en zeggen, ik heb die Jezus niet nodig. Ik ben zelf wel een goed mens. En je gaat verloren.
En dan gebeurt er nog van alles. En dan zegt Jezus, het is volbracht. Wat is er volbracht? Wat er volbracht is, is de prijs van de zonde. Daarom scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Op het moment dat de prijs voor de zonde betaald was, was de weg naar de hemel open. Zodat Jezus met zijn eigen bloed kon binnengaan in het hemelse heiligdom. En dat zijn Vader kon presenteren. Deze weg die onze hoge priester gebaand heeft, is nu open. Voor jou en voor mij. Want wij zijn allemaal priesters. En wij hebben dagelijks toegang tot het hemelse heiligdom. En kunnen daar met vrijmoedigheid binnengaan. Voor de troon van de genade. Waar de overwinnaars die overleden zijn, zijn. En waar het bloed van Jezus is, zegt de Bijbel. Dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Wij zijn priesters. En kunnen dagelijks binnengaan. Zullen we het nog even lezen? Hebreeën 10, vers 19 tot 23. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Zie dat niet die tabernakel op die berg. In het heiligdom, dat is in de hemel. Hoe? Door het bloed van Jezus. Hoe? Langs een nieuwe weg en een levende weg. Onze weg is een nieuwe weg en een levende weg. Onze weg is Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Zie je dan niet het voorhangsel in de aardse tempel, maar het voorhangsel in de hemelse tempel. Dat is het vlees van Jezus Christus, wat zijn godheid bedekte. En dat open te scheuren. En dan wil ik dat je vers 21 leest. Weet je dat ik aan het begin zei, ik wil dat je onthoudt dat er staat, omdat deze Melchizedek zo groot is, gaf Abraham, de vader van alle gelovigen, hem zijn tiende. En hier vers 21. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Jij hebt precies dezelfde grote hoge priester als dat Abraham had in Melchizedek. Maar wij hebben de werkelijkheid. Jezus Christus. Vers 22. Laten we dan tot hem naderen. Met een waarachtig hart. Een echt gemaakt hart. Een wederom geboren hart. In de volle zekerheid van het geloof. Zie, je hoeft niet proberen de zekerheid van je geloof te hebben. Dat is zo'n onzinpraatje. Je gelooft of je gelooft niet. Ik bedoel, als je gelooft, heb je de zekerheid. Als je twijfelt, dan geloof je niet. Als je twijfelt of je kind van God bent, dan geloof je niet dat je een kind van God bent. Zo simpel is het. Dan geloof je niet. Maar geloven is de zekerheid van de dingen die we niet kunnen zien. En wij hebben een wederom geboren hart, geboren uit de Heilige Geest, geboren uit water. En wij weten dat we kinderen van God zijn. We weten dat we een gereinigd hart hebben. Wij hebben een volle zekerheid. Ja. En nu, dus ook vanavond, ons hart is gereinigd, is niet wordt, is. Is. Je bent. Je hart gereinigd is van wat? Je hart is gereinigd van een slecht geweten. Een geweten wat je aanklaagt. Als je geweten je nog aanklaagt, dan geloof je niet. Want Jezus heeft je geweten gereinigd. Hij heeft met alle zondes gedeeld. Het is tijd om op te staan in je geloof. Te stoppen met twijfelen. En hier, en daarom twijfelen sommige mensen of ze een kind van God zijn. En twijfelen of ze goed genoeg zijn. Want kijk, hier staat namelijk nog iets achter. En ons lichaam gewassen is met rein water.
We gaan dat heiligdom in de hemel gaan wij binnen. Met een nieuw geboren hart. Met een schoongewassen geweten. En met een gewassen lichaam. Er staat gewassen zoals een dode gewassen is. Iemand die begraven is. De hoogpriester mocht niet het hoogpriester mocht niet het heilige heilig binnengaan zonder gewassen te zijn. En als wij ons dopen, dan dopen we ons in de dood van Jezus. Dan laten we ons wassen zoals een dode gewassen is. En dan zijn we in staat om het heilige, dat heilige, in de hemelse gewesten binnen te wandelen. Zie, zoals geen tiende brengen aan je hoge priester geen optie is. Zo is je niet laten dopen geen optie. Het is geen optie. Want je wordt geboren uit water, gewassen dus. Je wordt geboren uit water en je wordt omhoog. En dan krijg je een gereinigd hart. En een schoon geweten in de vergeving van de zonde. En dan de Heilige Geest, de Geest van de waarheid, die leidt je tot in het binnenste heiligdom bij de Vader. Daarom zegt Petrus, de doop voor mij is het tegenbeeld van de ark van Noach. Zoals mensen in de ark stappen, zo stappen wij in de doop. En dan zegt hij, en de doop is niet het afwassen van de zonde van je lichaam. Maar het is de vraag aan God om een goed geweten. Het is de vraag aan God om een goed geweten. Zie, als je gedoopt bent, heb je en een nieuw hart en een goed geweten. En dan hoef je nooit meer te twijfelen of je wel of geen zoon bent. Je bent volledig gereinigd en geheiligd om iedere dag als priester binnen te gaan in het hemelse heiligdom. En jouw koning en jouw vader tot in alle eeuwigheid te aanbidden. Amen. Jezus heeft ons net als Abraham overwinnaars gemaakt. Op grote verzoendag kom je niet met lege handen. Op grote verzoendag is de weg geopend om gewassen en al het binnenste heiligdom in te gaan. Daarom liggen de giftkaarten op je stoel. Je kunt een eenmalige gift geven, omdat je al tiendes brengt. Je kunt een eenmalige gift geven en aangeven dat je tiendes gaat brengen. En er ligt een doopkaart op je stoel. Die mag je straks allemaal gaan invullen. Die gaan we niet ophalen, we hebben de tijd niet voor. Want jullie zijn allemaal volwassen mensen die hun eigen geloof uitoefenen. Dus je hebt dit moment niet nodig. Als je straks naar buiten loopt, staan de zuilen bij de uitgang. Ook in Zeeland. En dan kun je dan je gift in doen, je tiende in doen. En je kunt daar je doopkaart in doen en zeggen, weet je, ik kan me niet langer veroorloven om niet gedoopt te zijn. Want ik wil met een gewassen lichaam en met een nieuw hart en een gereinigd geweten iedere dag vrijmoedig kunnen binnenlopen in dat binnenste heiligdom in Jezus' naam.